Yo, Nintendo fans, welkom bij een nieuwe video. We zitten in wereld 5 en we hebben hem nog steeds 100% uitgespeeld. Super Mario 3D World, let's go. Nou ja, uitgespeeld. We zijn bezig om hem uit te spelen, hè? Doe even een duimpje omhoog en vergeet sowieso niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Dat zou ik super tof vinden, want we gaan keihard naar de 50.000 abonnees. Dus laten we proberen om dat heel snel te gaan halen. Eens even kijken wat we hier moeten doen. We moeten hier... Ja, juist. Waarom ben ik trouwens nog Peach? Dat vraag ik me nu af, jongens. Hoppakee. En die is kapot. Oké, okay, lekker vuurbloempjes, power-uppie. Hoi Goomba, alsjeblieft een vuurbal voor jou. Wil je ook een vuurbal? Alsjeblieft. Wil je ook een vuurbal? Alsjeblieft. Oh, daar is een ster trouwens. Dus dan moeten we zo springen. Yes. En dan moeten we nu zo springen. Even kijken hoor, dan spring ik nu even hier naartoe. En dan ben ik benieuwd wat hier is namelijk. Is hier nog wat? Of loop ik hier nu gewoon voor... Ja, ik loop hier voor Jan met de korte achternaam naartoe. Weten jullie welke Jan dat is? Als ik zeg Jan met de korte achternaam. Welke Jan is dat dan? Weten jullie dat? Ben ik even benieuwd naar of jullie dat weten, jongens. Ik ga even hier in het buiski. En even Goombaatje slopen. En even piranha plantje kapot maken. Tenminste, als het lukt. Ik zeg als het lukt. En het lukt. Dan gaan we even deze kant op. Dit is wel lekker trouwens met twee Peaches. Met één Peachy bedoel ik. Wil jij even stoppen, jij vuurspuwende plant? En wil jij dan ook even kappen? Is hier voor de rest niks? Nee, voor de rest is hier volgens mij helemaal niks. Lekker saai weer. Wat is hier dan? Ik denk dat we wel in die buis kunnen trouwens. En dan hebben we waarschijnlijk meerdere Peachy's nodig. Ja, oké. Ik hoop dat het met twee kan, dat we er niet drie nodig hebben. Juist, ja. Oké, hoe gaan we dit doen? Deze gaat omhoog. Dan moet ik daar... Ja, dan moet ik die zo... Ja, daar een klap tegen geven. En dan moet deze zo. En dan moet ik nu... Juist. Lekker. Tweede ster in de pocket. Ja, we gaan weer hard, jongens. We gaan weer hard. Daar... Oh, wacht even. Oké, hoe gaan we dit doen? Daar is een ster. Dan hebben we last van zo'n vuurding. Ja, ik weet anders ook niet hoe ik het moet noemen. Vuurschietding. En we weten natuurlijk niet waar de muntjes gaan komen. Nou, ga ik heel snel deze pakken. Dan zetten hier schijnbaar twee muntjes. Ja, lekker. Oké. Door. Nu hier naartoe. En dan... ik ga geraakt worden. Nee! Dit is niet oké. Waarom kan dit ding niet gewoon niet schieten? Dan had ik het makkelijk gered. Oké, volgende poging. Dit ging voor mijn gevoel echt soort van perfect gewoon, hè? Ik voel me echt een beetje in de maling genomen nu. Dit is niet oké. Het is helemaal niet oké. Toch, Goombas? Dit is niet oké, toch? Ik denk dat ik het beste via deze kant kan gaan. Zo. En dan kunnen we nu heel snel zo. En dan moeten we even terug. Ja, dit is misschien jammer dat ik... Ja. Waarschijnlijk ga ik het weer net niet redden. Kom op, Peach. Ja, we halen het wel. Oh, nee. Waarom is dit zo vervelend? Oké, gaan we het nu halen? Kan ik dan nu ook gewoon blijven staan? Nee, ik kan niet blijven staan. Ik kan wel nu de ster pakken en door. Ja, ja, nee. Nou kan ik alsnog de stempel niet pakken. Daar hebben we twee spelers voor nodig. Oké, nu is het een kwestie van overleven. Ik hoop dat ik het ook echt overleef. Let's go, let's go, let's go. Ja, lekker, lekker. Oké. Oké, die hebben we ook binnen. Gaat de platform ook terug? Gelukkig, de platform gaat terug. En dan nu dit. Ja, zo en dan zo en dan hierop. En dan gewoon een kwestie van zweven. Wat ik doe, ik laat die knop altijd los en dan druk ik een tweede keer. Maar dat werkt niet. Je moet hem ingedrukt houden als je springt. Ingedrukt houden als je springt, Rick. Dan is het niet zo moeilijk. Laten we zeggen dat het een lange dag van opnames was vandaag. Daar ligt het aan. Je bent gewoon slecht. Nou, hè, bedankt weer, hè. Ik maak wel al je broertjes en zusjes kapot in deze game. Hè? Heb je dat door? Ga je nou weer janken? Dan kan je lekker hier gaan zitten. Bob-bombs, ondergrondse basis. Klinkt heftig. Oh, Bobby. Oh, nee. Oh, het zijn allemaal Bobby's, jongens. Bobby's. Hey, en we hebben Tanuki power-up hier. Tanuki Toad ziet er wel echt vet uit. Ah, kijk, hier hebben we bommetjes. Kunnen we er hier tegenaan plempen. Hier is nog een bommetje. Bobby, rustig. Rustig, jongen. Rustig aan, joh, vriend.
daar is de eerste ster. Lekker. Tanuki Toad is echt de beste Toad ooit. Alright. Bobby, kom eens hier. Ik moet je even tegen een pauwblokje aangooien. Oh, kijk, een uppie. Oh, dat is gezellig. Uppie! En wat als ik nou hier terugloop? Kan ik dan nog ergens naartoe? Nee, helaas. Oké. We hebben een konijntje hier. Dit wordt wel een struggle. Hoe ga ik nou dat konijntje pakken? Moet ik dan in het midden en dan vanaf het midden moet ik hem... Ja, dat is de tactiek inderdaad. Kijk. Lekker. Oké. Pak hem, Toad. Toad is soms echt gewoon te snel zelfs. Oké, ik heb een bom. Die moet ik daarop plempen. Ah, kijk eens. Ja, en dan kunnen we die kant op. En dan... Wacht even. Eerst heb ik jouw bom ook nodig. Die moeten we dan daarop gooien. Ja, top. And then we can go echter langs to get the stamp in this level. Zo, Toad is af en toe wel echt bizar snel. Dat hij gewoon echt te snel voor me is. Dan ren ik gewoon bijna van alles zo af met hem, jongen. Volgens mij kan ik daar ook wel naartoe sturen. Als ik hier naar beneden... Ja, kijk, ik wou eigenlijk gewoon vanaf boven op die buis hier naartoe springen. Maar nee, oké. Hoe gaan we dit even fixen? Met Bobby's? Ik denk het wel. Laten we het met Bobby's fixen. Bobby, kom eens. Rustig. Je hoeft niet gelijk te ontploffen. Oké, dan gooien we gewoon een Bobby op zo'n pauwblokkie. Ah, en dan gaat het in één keer een stuk sneller. We zijn hier even een Mariootje aan het maken. Hoppakee. Hier nog even. Het enige wat je niet moet doen in dit level is er afvallen. Voor de rest maakt het niet uit wat je doet. Als je er maar niet afvalt. Misschien kunnen we daar nog een bommetje gooien. Heyo! En dan hebben we een Mario poppetje gemaakt. En de derde ster in de pocket. Nice. Oké, daar is nog een pauwblokje te vinden. Pie! Reserve Tanuki in de pocket. Moeten we nu keihard gaan rennen. En sprinten. En dan kunnen we hier gewoon omheen. Ik dacht dat het echt super snel moest. Maar dat kan je eigenlijk ook gewoon chillen. Oké, wat gaan we hier doen? We moeten even een weg naar boven zien te vinden. Kan ik zelf ook blokjes kapot maken? Ja, kijk. Oh, juist. En dan is het nu een kwestie van sprinten en zweven. Oei! Kijk dan hoe leuk die is. Tanuki Toad. Ik wil een knuffel van Tanuki Toad. Wat geweldig. Of een amiibo van Tanuki Toad. Zou zo vet zijn. Hier kunnen we even een gratis stempeltje halen. Yay, dankjewel. Kijk, en dat is dan weer de oranje vee. En misschien als we hier doorheen gaan komen we wel bij een extra level uit, denk ik. Ja, kijk. Het is je fire, bro. Alleen die... wacht even. Oh, je wil het zo spelen. Oké. Nou, dan doen we het toch gewoon heel snel. Hij begon gelijk grote vuurballen op mijn hoofd te gooien, jongen. Als jij vuurbal op mijn hoofd gooit, dan spring ik op jouw bakkes. Zo werkt dat nou eenmaal. Volgens mij moeten we nog twee levels in deze wereld. Dat is namelijk deze en inderdaad deze. Tenzij hier ook nog wat is. Nou, laten we even kijken. Oh, wat? Wat? Wat is dit allemaal? Oké, hier is ook een buis. Oh, dan gaan we weer naar een oude wereld. Oké. Dat was wereld 1 volgens mij. En als we dan hierop gaan, dan gaan we waarschijnlijk naar wereld 3 of zo. Wacht even, heb ik dit al gedaan? Heb ik deze gouden trein al gepakt? Volgens mij heb ik dit nog niet gedaan. What? Alles is hier van goud, jongen. Dit is super sick. Je boy Bowser heeft sicke monies, jongen. Dit is toch niet normaal? Kijk hoeveel... Hij heeft stacks, jongen. Rapper Shorts is er niks bij. Rapper Shorts denkt dat hij stacks heeft, maar check deze Bowser. Deze Bowser heeft pas echt stacks. Lekker, man. Lekker. Kijk, dat vuurwerk ook op de achtergrond. Super dope. Alsof we nog niet genoeg levens hadden, jongens. Oh, fantastisch. Hey, Toad. Yo, Toad, wat ben je aan het doen hier? Heb je een ster of zo voor mij, of... Het zijn gewoon extra cash. Oké. Hoeveel levens heb ik, jongen? 166 levens. Wat een vet level. Oh, ook dit nog. Nou, dit gaat me nooit lukken, denk ik. Nu. Ja? Ah, nee! Ik heb hem net niet. Oh, wat jammer. Dit ging zo goed. Ah. Net die laatste niet. Maar wel nog drie uppies. Uit het licht, uit het zicht. Is dat een andere variatie van uit het oog, uit het hart? Of blijkbaar moeten we hier gewoon niet in het licht lopen. Maar ik wil wel deze muntjes. Oh, kijk, ja, want dan worden er allemaal bullet billetjes op mij geschoten. Oké, dan weten we dat ook weer, jongen. Maar wij kunnen dat wel aan. Kan ik deze meenemen? Oké, ren. Oeh, rustig aan. Ja, ren. Nice. Ah! Oh, wacht. Oh, hij wordt levend weer.
Scheidding! Zou hier geen ster zitten of zo? Nee, zo te zien niet. Nu krijg ik allemaal bullet bills op mijn bakkes. Ik heb deze toch gewoon meegenomen. Ik weet niet of ik hem nodig heb, maar gewoon voor het geval we hem nodig hebben. Oh, wacht even. Kijk, we hebben hem hier nodig. We hebben hem hier nodig voor deze ster. Let's go! Bam! Oh, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Vind ik ook goed. Oh, jongens. Jongens. Het is wel handig dat ze gewoon allemaal tegen elkaar aanknallen. Super chill. Zit hier nog wat ergens? Hierboven? Nee, zo te zien ook niet. Ik hoop dat ik niks mis. Hier is de halfway checkpoint. Ah, kijk, daar is een stempel. Die kunnen we gewoon even pakken. Ja, daar komen de billetjes weer aan. Ah joh, dit maakt allemaal niet uit. Ik kan gewoon doorlopen, joh. Kijk wat er hier gebeurt. Hier kunnen we achterlangs. Oh, oké. Ik ben weer gesnapt. En nog een keer. Oh, wacht even. We moeten hier gesnapt worden, want hier is namelijk een geheimpie. Op die muur. Bam! Nice! Oh, jongen. Jongen, niet alles kapot maken hier. Niet alles kapot maken hier. Nee, ik moet die ster hebben. Dankjewel. Zo, dan moesten we even snel handelen, jongens. Jemig, de pemig. Gaan we hier de power-upie vinden? Ja, joh, vast wel. Vast wel. Lekker. Ah, joh, maar maakt allemaal niet uit, joh. We kunnen gesnapt worden. Wij fixen dat gewoon. Wij fixen hier gewoon alles. Althans. Ah, misschien moet ik er toch niet te makkelijk over denken. Oké, hier moeten we wel even gesnapt worden. Want jullie moeten even deze muur voor mij kapot maken. Hier, willen jullie even deze muur voor mij kapot maken? Dankjewel. Dankjewel, nog één. Lekker. Ik heb namelijk deze ster nodig. Dankjewel. Oké, we gaan verder, jongens. We gaan verder. Als jullie me nu even met rust willen laten, dat zou fijn zijn. Dank u. Even de power-up pakken, zodat we gewoon lekker in het ding kunnen springen. Zodat we ook de gouden vlag kunnen fixen. Hoppakee. Ja, en dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste wereld, bij het kasteel. Wereld 5, het kasteel. En dan moeten we de paarse vee gaan redden. King Katunk's kasteel. Dat klinkt episch. Wie is deze King Katunki? Oké, ja, helemaal goed. Kan ik hier ook doorheen springen? Ja hoor, oké, nice. Hallo, mijn naam is Rick en ik ben op zoek naar sterren. Kunnen jullie mij misschien vertellen waar ze zijn? Dank u. Oké, dit moeten we even goed timen. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat de timing oké is. Ik betwijfel het een klein beetje. Deze heb ik. Kom op. Ja, nice. We hebben hem toch te pakken, jongens. Lekker. Eens even kijken of ik hier omhoog kan. Nee, dat is niet de bedoeling. Oké, dan gaan we gewoon lekker hierin. Zijn we alweer op de helft? Ben ik wel benieuwd of we niks hebben gemist. Of we geen stempeltje hebben gemist misschien. Ja, ze willen wel graag dat we die kattenbellen gebruiken. Dus ik denk dat we wel misschien ergens gewoon... Kijk, daar is een stempel. Gespot. Lekker. Oh, hoi. Hoi. Doei. Was die hier zo? Ja, kijk, hier was de stempel. Nice. Oh, daar is een ster. Pak hem. Lekker. Woe. Oké, dit gaat hard. Kunnen we nu omhoog springen? Ja, top. Het gaat lekker. Kunnen we nu omhoog springen? Juist. Ik was een beetje scheef. Ik was een klein beetje scheef. Ik ga even mijn power-upje pakken. En dan hoop ik... Ja, hier is de laatste ster. Nice! Zoals dit even niet soepel gaat, jongens. Woe. Lekker, man. Is hier King Katunki? Ah, ja, natuurlijk. Dit was King Katunki. Ik vind het een typische Paper Mario-baas eigenlijk. Eens even kijken. We moeten daar op zijn ruggetje gaan springen. En waar gaat zijn ruggetje komen? Ergens hier? Ja, hallo. Dat is één. Dit moeten we nog twee keer doen. Bam. Oh, wow. Wacht even, doe eens rustig, man. Hij maakt heel de map kapot, joh. Kijk, nu kunnen we weer. Ja, lekker. Ja, hij wordt helemaal gek, volgens mij. Bam. Eens even kijken of we op zijn rug kunnen. Hier nog niet. Nee, oké. Waar ga je nu naartoe? Je gaat nu daar naartoe. Hier kan ik ook weer niet op je rug. Misschien kan ik nu op je rug. Ja, nu kan ik op je rug springen. Lekker. Waar ga je dat doen? Ja. Ja, ik wil het niet zeggen. Maar dit ging toch wel vrij easy, jongens. Lekker, man. Hoppakee. Op naar het einde. Op naar de paarse vee. Daar is ze. Ja, hoor. Ja, en dit is gewoon de chick van Waluigi. We hebben de chick van Waluigi gered, jongens. Daar is ze, daar is ze. Nu is ze aan het feesten met Toad. Maar reken maar, hoor. Ze gaat liever naar Waluigi toe, denk ik. Ja, dan mag jij ook weer eventjes gewoon lekker een nieuw spoortje gaan maken. Een nieuw buisje gaan maken. Ik vind het wel chill. Dat alle vrouwen in deze game, tenminste de veetjes, dat zijn vrouwen. En de vrouwen zijn klussers gewoon. Dat is
eens over nagedacht. Dat is nice. En dan kunnen we gewoon weer door naar wereld 6. Jongens, we gaan keihard. Dus blijf vooral die duimpjes omhoog doen. Probeer weer die 1000 duimpjes omhoog te krijgen. Dat zou super tof zijn. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan snel voor iedere dag Nintendo video's, jongens. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!